De Dag van het Jeugdaanbod is vooral gericht op het belang van muziek voor kinderen. Dus het gaat zowel over jeugdvoorstellingen als educatieve voorstellingen. Muziekcentrum Nederland heeft het afgelopen jaar een onderzoek gedaan. En daaruit kwam dat 84% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat er muziekles wordt gegeven op de basisschool. Wat we vooral willen doen is hier iedereen het mooiste laten zien. En zorgen dat ze ook contacten kunnen leggen om dan ook echt samenwerkingen tot stand te laten komen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we met z'n allen aan het begin van een ontwikkeling staan. En dat we nog heel veel moeten uitvinden. En vooral ook dat we onszelf moeten uitvinden. Alles wordt onder het noemen muziekeducatie of onder jeugdmuziek geschaard. En ik zou willen dat we het debat aangaan over het scheiden van de verschillende vormen en functies die binnen die muziek voor kinderen geldig is. Wie wil er in debat met Jessica? Waarom willen wij kinderen muziek laten beleven? Dat krijg ik gewoon terug. Is het omdat je kinderen uiteindelijk een muziekinstrument wil laten spelen? Wil je ze de fantasie meegeven? We maken muziek voor kinderen omdat het hartstikke belangrijk is dat kinderen kennis maken met muziek en wel op een zo goed en artistiek hoogwaardig mogelijke manier. Ik kan niet dansen, ik kan niet zingen, ik kan helemaal niks. Afgelopen vrijdag zag ik ze achter het gordijn in. En het was alsof de wereld open ging. Wauw! Het concept is toch een zaal met kinderen. Of mensen, laat ik het wat breder. Mensen, goede muzikant op het podium. En een aanstekelijke moderator of presentator die de boel aan elkaar praat. En de kinderen gewoon in een soort van swing van mogelijkheden brengt om zichzelf te laten horen en te zien. Omdat ik ze laat geloven dat ze alles kunnen. En dan blijkt het ook zo te zijn. En daar genieten ze van. Dus als die grenzen weg zijn in het hoofd, dan kunnen ze creëren. Het idee achter de klankspeeltuin is dat kinderen hoeven geen noten te kunnen lezen, toch muziek te kunnen maken. Iedereen is een componist, als het ware. We zijn hier gekomen omdat het eigenlijk fijn is om stukken van voorstellingen te zien voordat je ze boekt. Veel voorstellingen boeken we omdat we het impresariaat kennen, omdat we het gezelschap kennen. En dan betekent het gewoon dat je op vertrouwen vaart. Maar nog beter is het natuurlijk als je zelf een stukje ziet, want dan heb je meteen daar gevoel bij. Ik heb net gezien Slagwerk Den Haag met David Midden. Dorp vond ik ontzettend mooi. Het was een stukje slagwerk en met dans erbij. En er zaten ook wat verrassende decor-elementen in die gingen bewegen. Dat was heel erg leuk. De formule is wel mooi omdat het steeds maar 20 minuutjes is. Kun je heel veel voorstellingen zien. Maar ja, als het dan mooi is, dan is het jammer dat het afgelopen is. Ik denk dat als je veel van muziek houdt en veel naar muziek luistert, dat je een rijker mens wordt en misschien ook in sociaal opzicht een beter mens, omdat die muziek daar een belangrijke rol in kan spelen. Muziek is belangrijk voor de ontwikkeling op cognitief niveau, op sociaal vlak, op allerlei manieren is muziek belangrijk en het is natuurlijk het mooiste wat er is. Wij willen niet vormen, wij willen niet opvoeden, wij willen kinderen laten genieten en laten beleven.